In deze video richten we ons op circulaire meststoffen. We werken veel samen met zowel klanten en specialisten. In dit geval ook met een van onze zusterbedrijven, van Ypres International. Samen vormen wij een team om tot het beste en meest duurzame resultaat te komen. Als we het over meststoffen hebben, zal het in de toekomst vooral gaan om de transitie van lineair naar circulair. Afvalstromen zullen worden gebruikt om weer nieuwe meststoffen te produceren. Een mooi voorbeeld hiervan is GreenSwitch. Mark van Oers is Director of Innovations. Mark, kun jij ons meer vertellen over GreenSwitch? Als je het hebt over telen van de toekomst, dan zal het sowieso duurzamer moeten. Dus het feit dat meststoffen nu zo'n significante bijdrage hebben aan de voetafdruk van een kilo aardappelen of een kilo tomaten, dat is niet de weg. En volgens mij moet dat ook absoluut mogelijk zijn. Nou, GreenSwitch is eigenlijk een paraplu en daar hangen verschillende dingen hangen eronder. We hebben GreenSwitch Nitrate, GreenSwitch Potassium, GreenSwitch Fosfate. Dat zijn vrijwel altijd grondstoffen uit afvalstromen. En daar proberen we dan de juiste nutriënten uit te halen en die om te gaan zetten naar kwalitatief hoogwaardige producten zoals op dit moment al in de glastankbouw gebruikt worden. We zijn op bezoek bij Elkaarplant in Naaldwijk. Hier spreken we met Rob Olsteloren. Zij kweken phalaenopsis en potplanten. Waar ze phalaenopsis telen, maken ze gebruik van GreenSwitch. Kun je ons vertellen waarom je deze overstap hebt gemaakt? Waarom zijn wij gestart met GreenSwitch? Het heeft natuurlijk alles te maken met duurzaamheid. We zien geen verschillen in het gewas. Dus in die zin is dat winst. Aan de andere kant is het ook zo dat het toepassen van een GreenSwitch in de ANB-bakken fysiek minder arbeid vraagt. Als bedrijf zijn wij volop bezig met verdere verduurzaming. Want ook ik wil natuurlijk een betere wereld proberen achter te laten. En met mijn bedrijf een zo laag mogelijke footprint hebben. En dit ben ik, Willem. Ik ben productmanager meststoffen en technisch specialist bemesting. En begeleid de bemesting bij Elkaarplant. Waarom circulaire meststoffen zo belangrijk zijn? Het komt er eigenlijk op neer dat we een CO2-reductie willen creëren. En dat is denk ik de hoofdzaak voor het gebruik van circulaire meststoffen. Omdat je natuurlijk gewoon een gedeelte van het afvalprobleem, dat ga je weghalen. En daar maak je weer iets nieuws van. Daar zie ik een hele grote toekomst in. Circulaire meststoffen zijn essentieel voor het duurzaam telen van een vitale plant. Ook interesse in GreenSwitch? Neem dan contact met ons op.